Wie is daar? Wie is daar? Tijd voor de Peter Sanders kookvlog met Marley. Ik hier op de deur kloppen, kijken of er iemand thuis is. Nee, doe maar open, doe maar open. Ja, je allen! Misschien is het Peter en Marley Vega show dan. Nee. Gewoon de Marley Vega show. De grote koken met Peter Sanders show. En Marley. Kijk, dit is de dramaturgie. Kijk, persoonlijkheid Marley die is verliefd. Marley liefst op Peter. En dat mag niet. Peter. Die is boos op Marley omdat ze niet op zijn huiswarming was. Dat is gewoon echt waar hoor. En we weten ook al wat we vandaag gaan maken. Wat gaan we maken? Joanne. Shakshuka. 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 Is dat alles wat je nodig hebt? Ja. Ja, simpel hè. Shakshuka. Denk niet tegen je anders zeggen, maar we eten even een klein broodje. Heel erg lekker. Ik heb zin in shakshuka. Ja, oh, shakshuka heb ik ook zin in. Woehoe! Kijk eens even naar mijn mooie fruitmand hier. Hier liggen alle ingrediënten. Hier zijn de tomaatjes. Marley, wat ben jij aan het doen? Ik ben de wortels aan het schrappen. Dat is heel belangrijk. Ja, en Anne is onze gast vandaag. Oké, kan ik nog iets doen, Marley? Ja, als jij even het ui kan snijden. Ja, dat is goed. En wil je dat in grote schijfjes? Hè? Ja, toch? En, ja, en, schijfjes. En wat kan ik daarna doen? Peterselie. Kijk maar even, eerst even hoe ver je komt met het ui. Oké. Maar wat was je toen aan het timmeren dan? Een kast. Maar vertel eens even je Anne, want hoe ken je Marley nou? Ja, dat is een goede vraag. Wat heb je al gedaan, Marley? Ik heb de peterselie al gesneden en de knoflook en de rode peper. Mm-hmm. En wat deed jij? Nou, ik ben lekker dit een beetje zo aan het in de pan aan het leggen. Oh, mijn hoek zit een beetje vast. Ja. Nee, zit echt een beetje vast hoor. Ik ben gewoon, ja. Ik krijg af en toe gewoon een beetje pauze, want ik ben gewoon oud man. Shakshuka! Smakelijk eten, jullie allen. Smakelijk eten, Marley. Smakelijk eten, jongens. Nou, we hebben wel verdiend. Het is weer zover, hè, Peter? Ja. Nou, het was deze keer echt een hele bevalling, maar we doen het voor jullie. En, ik kan niet meer, misschien wordt dit wel de laatste vlog. Maar ja, volgende week met Riven. Maar nu nog even één ding. Oh ja. Het moment van de waarheid. Ik vind het niet zo lekker uitzien met die eieren. Moet dat zo? Met cijfer. Ja. Je mag een cijfer geven, van 1 tot 10. Tussen 1 en 10. Nou, het maakt best lekker. Hij vindt het heel lekker. Maar ik geef 7,9, want ik vind het pittig. Nou, gewoon een stukje brood erbij, dan kan het wel, mensen. Ja, het is toch weer mislukt.